Ja, ik mag. Hartstikke mooi. Goedemiddag allemaal. Op deze zonnige zaterdag. Weliswaar tikkend tegen de 0 graden aan. Vandaar dat we de beelden vandaag gaan presenteren vanaf het kunstgrasveld van RFC Haarlem. Leuk dat jullie erbij zijn. Op het veld zien we best ook toch nog een aantal mensen die goed warm gekleed zijn. En die hier bij de teams komen ondersteunen. We gaan kijken naar de wedstrijd. Haarlem 1 tegen het Gooi 1. Ik zal beginnen met het opnoemen van de spelers, inclusief de wisselspelers. Allereerst natuurlijk de referee, dat is Wissem Lataif. Dan gaan we naar het eerste team van Haarlem met in de voorwaartse Tyson Walls op de prop, Connor Wild, hoeker, en de andere prop is Kwemi Warmedam. Traditiegetrouw op de tweede rij Rembrandt Siebenga en Rijk Gombald. En de derde rij bestaat uit Lucas van Poppel en Bobby Tane. En op nummer 8 Chris Raymond. Scrumhalf Daniel Jones. En dan hebben we vandaag niemand minder dan Storm Carroll op fly half. Centers Job-Joris Verhofstadt en Tyron Kroos. De wingers Daniel Sikou en Philippe Perica. En helemaal diep achterin, bijna verstopt, maar net op tijd om de ballen te vangen, Dino Bosic op fullback. Haarlem heeft de volgende wisselspelers: Maarten Kuil, Martijn Sabados, Denzel Walker, wie kent hem niet, Stan Taura, Lucas de Waai, Martijn Korterik en Arthur Mazzari. Dan krijgen we de spelerslijst van het Gooi. Het Gooi speelt vandaag binnenste buiten. Die kleine fout en Haarlem en het Gooi hebben beide donkerblauw als clubkleuren. Dat is wel eens vaker verkeerd gegaan. En het Gooi is met de verkeerde shirts komen aanrijden en dragen de shirts binnenste buiten. Dus het zal nog wel een dingetje worden om de rugnummers goed te kunnen lezen op afstand. Maar we gaan eens eventjes van het lijstje uit met op de props E. van Bloemens, Daan Lauzijsen en op de hoeker Scott Cunningham. Tweede rij is Dennis Glazenmaker en Jim Boelrijk. Derde rij van het Gooi bestaat uit Stijn Albers en Carlos Roberts. En op nummer 8 Nathan Burton. Scrumhalf is Mark Koeberg. En flyhalf is Mazé Minou. Het is allemaal hier met de pen opgeschreven. Dus als ik daar kleine foutjes maak, vergeef het me. Op de centers zien we Sebastiaan Brom en Melle de Jong. En op wing Joris Menkveld en Dean van der Avoid. Helemaal fullback is T. Campbell. Het Gooi heeft de volgende wisselspelers. We beginnen met Matt Visser, Luke Randall, Jack Mitchell, Wouter Borgt, Robin Kok, Jean Pickup en Vibas Meijer. Dat voor wat betreft de opstelling. Technisch beheer is vandaag in handen van Tom. Dankjewel daarvoor. De cameraman van Haarlem is Ruud Harmsen. En we hebben ook een cameraman van het Gooi die wiebelbestendig bovenop de steiger staan. Zijn naam is me even ontschoten. Johal Kook. En hij gaat prachtige beelden voor het Gooi verwerken. En we gaan kijken of we met z'n allen mooi kunnen genieten van dit potje. Tot zover, tot het eerste fluitsignaal.
De noppen zijn gecontroleerd. We gaan bramenvrij starten. De spelers komen in een winterstempo rustig het veld op. Kijk, de spirit komt erin. Net zoals in Qatar heeft de rugbyclub Haarlem een hele groep jongelui betaald om de wedstrijd te komen bekijken. Ze moeten wel schreeuwen en herrie maken. Nee, dat is even een geintje. Maar we hebben een flinke schaar hier. En terwijl Haarlem een cirkel maakt, zien we ook het gooi binnenkomen in schutkleuren. De shirts binnenste buiten. Wat ik u al zei, ik ga mijn best doen om dat allemaal op een nette manier te vertalen. Naar rugnummers, naar namen, zodat u weet wie de bal krijgt. Maar de oplettende kijker weet op een gegeven moment ook wel hoe het ervoor staat. Oké, we staan er klaar voor. Kick-off begint bij het gooi. Ze kiezen ervoor om tegen de zon in te kicken. Hoppakee. Uitstekende break. Haarlem verwerkte de bal te traag. Toch weer gewonnen door het gooi. Maar krijgt de bal ook niet weg. Keuze valt op een scrum. Mark Koeberg gaat de bal ingooien. Even wat instructies van de scheidsrechter, zodat we op een juiste manier ingaan. Het is altijd een beetje aftasten in het begin. De mannelijkheid komt dan boven en we gaan proberen zo sterk mogelijk te doen. Hoppakee, flink, met een flinke snelheid ingekomen. Gewonnen bal voor het gooi. Koeberg loopt om. En dit gaat toch wel heel makkelijk. Man over situatie gecreëerd. Het gooi. En de eerste try is binnen.
De vlaggen blijven beneden. Dat betekent 0-5 voor het gooi. En tijd wordt het dat we wakker worden. Diepe kick. Diepe kick in het 25 gebied door Storm Carroll. En meteen een exit kick weer terug van het gooi. We krijgen een line-out nagenoeg op de middenlijn. Vijf man. Beetje wat stoeien, wat duwen en trekken. Hoge kick. En dat is toch wel redelijk knock-on. Van het gooi. Resulteert hernieuwd in een scrum. Dit keer halenbal. Kijken wat zij in huis hebben qua mannelijkheid. Let u ook vooral op het geluid bij het inkomen. Daar gaan we. Boom. Carroll kickt de bal, laag. Hij wordt opgelopen. Ruk, gewonnen door het gooi. Goede druk van Haarlem. Blijven meters maken. En daar gaan we. Weer voor een kick. Weer laag. Fullback, dat is waarschijnlijk T. Campbell. Paast breed op zijn winger. Ja. Er is een ernstige overtreding geconstateerd, dus we krijgen een kick. Dit keer op de palen. En ook de tee waar de bal op gezet wordt moet eventjes ontdooien. Hij is in beeld, juist. Zodat de kicks ook op een nette manier genomen kunnen worden. Fullback Dino Bosic gaat zijn eerste poging wagen. Vlaggen gaan omhoog. Dat betekent 3-5 in de 7e minuut. Herstart, een hoge kick, wordt gevangen door Quimi Warmerdam. Roll away. Ik zie daar toch een aantal mensen die daar moeite mee hebben. Klein potje. Gaten trekken. Spelers trekken. Stormy geeft een kleine kick eroverheen. En de ref heeft iets geconstateerd. Zag het
voordeel niet. Fluit hier af en Haarlem krijgt een kick mee. Waarschijnlijk vanwege het niet wegrollen in het losse werk. Bal is in handen van Carroll. En ik zie de linesman hollen van het gooi. We gaan proberen vanuit de penalty kick een line-out te maken. Waarna Haarlem weer mag ingooien. De bal blijft binnen. En het gooi kiest ervoor om de bal uit te kicken. Ging in één keer uit vanuit het 25 gebied. Haal hem alsnog de bal op de 10 meter lijn, min of meer. Connor Wild staat klaar met de bal. Overlegt nog eventjes met Tyson Walls wat de code gaat worden. Juist, oeps. Een stroevigheid. De bal catcht af op de borst van Rijk. Gombald. Balovername van het gooi. Stabiele ruk. Hoge boxkick. De winger. Daniel Siziu. Begint met een goede aanval. De bal gaat uitstekend door naar de wing. De bal is geript door het gooi. Losse werk, komt hij aan. Schijnbeweging van de fly half. Mark, sorry. Ja, is ook Mark. Mark Menou. Kleine voorwaartse beweging, dus we krijgen een scrum. Om veiligheidsredenen kiest de scheidsrechter tegenwoordig voor om aan te geven in fases hoe het ingaan veiliger kan gemaakt worden. Dus eerst een beetje bukken, crouch. Dan wordt de armen uitgestoken door de props. Dus bind. De hoofden mogen dan nog niet in elkaar. En dan wordt er bind geroepen door de ref. En dan gaan de hoofden in elkaar, wat u zag. Tegelijkertijd komt de bal naar binnen. De scheidsrechter geeft aan dat de tegenstander niet mag oplopen. Goeie switch van Haarlem. Goeie meters gemaakt. Juist. Tynan Kroos zet door. Uitstekend verdedigingswerk van het gooi. Hop. Bobby Tane kiest ervoor om vanuit een positie de bal naar voren te gooien. Deed nog zijn best om zijn armen uit te strekken om dat te voorkomen, maar lukte niet. Dus voorwaarts, dus scrum. En het gooi gooit in. Beide teams stellen op, 5 meter achter de laatste voeten van de nummers 8. Om niet buitenspel te komen. En er wordt druk gezet. Daar volgt een kick. Daniel Siku speelt de bal over naar Carroll, die diep kickt. De fullback Ty Campbell. Vangt hem eerst een beetje op met zijn been.
inmiddels. Daniel Jones, onze scrum half, neemt de bal snel. Het gooien staat er nog niet helemaal opgesteld. Daar mag je gebruik van maken. De scheidsrechter heeft wel weer wat gezien. En we hebben een lichte blessure. Ideaal momentje om even wat bevroren water te drinken. Het is toch altijd lekker, lekker koel. Na ampel overleg gaan we toch verder met de scrum. Gooi mag ingooien. De linesman is erg streng wat betreft de 5 meter en terecht. Geeft aan dat de spelers wat van Haarlem wat verder terug moeten. Over de blinde zijde gebroken door het gooi. Met meteen een ruk. En weer. Ja, voordeel. Dus het gooien geeft geen 10 meter. En Daniel Jones, onze scrum half, die neemt de bal snel. Geen 10 meter afstand. Dus nu komen we weer 10 meter verder. Even zien waar Haarlem voor kiest. Ja, kiest op. Dino vraagt of hij op de palen mag schieten. Jongens hebben koud water gehad. Dino vraagt om de tee. Dus die krijgt een warm drankje. En de tee is een, zeg maar een opstel plasticje voor de bal. En hij gaat proberen de bal door de palen te schieten. Stilte gevraagd. Ik geloof het pas als de vlag omhoog gaat. Dat is inderdaad het geval. Maar u hoorde het gejuich al. Haarlem verandert de stand naar 6-5. In de min of meer 15e minuut ongeveer. We gaan door met een kick-off. Kwiemi vangt hem. Hij heeft meestal de neiging om recht vooruit te beuken, wat hij in dit geval ook doet. Goeie hit. Wat sjor en getouwtrek. Daar komt de bal aan. Tyson Wolsey probeert een gat te maken in de defensie van het gooi.
En er volgt een kick over alles heen. En we gaan aanvallen. Goede verdediging van Haarlem. Just. Goeie defense van Haarlem. Sebastian Brom viel aan. Joris Merkveld stond te schreeuwen dat hij graag op wing de bal had. Maar misschien de volgende keer. We gaan nu over de andere zijde. Juist. En we hebben een abonnement op Kicks tegenkrijgen. Of beter gezegd een abonnement op Kicks meekrijgen. Het gooi verzaakt toch iedere keer de bal na een tackle ruimte te geven. Zodat hij gepakt kan worden door beide partijen. Ze klemmen de bal in. En er is een overtreding. Storm Carroll gaat de bal proberen uit te kicken. En dit keer lukt dat heel aardig. De winger die doet nog zijn best. Daan van den Avoid. Excuses als ik het verkeerd uitspreek. Hij doet nog zijn best om hangende in de lucht de bal weer terug te slaan het veld in. Dan is hij in principe niet uit. Niet gelukt. Haal hem maar gooien. Conor Wild staat klaar. Codetaal. Schitterend gesprongen door Rembrandt Siebinga. Tyson Walsh loopt lichtelijk aan de brede kant. We zien dat we al halverwege het veld staan. Verstandiger om vooruit te gaan. En direct de tegenstander te binden. Haarlem heeft flink wat mensen daar staan aan de linkerzijde. Komen er toch niet doorheen. Goed verdedigingswerk. Het gooi staat goed gegroepeerd. En daar is Tyson again. Zo lang mogelijk op de benen blijven. Meters maken. Carroll. Yep. Stay on your feet. Hoor ik de scheidsrechter zeggen. Hij moet op zijn voeten blijven staan. Dat is ook niet erg als je een keer valt. We zijn allemaal wel een keer moe. Maar dan moet je wel zorgen dat je de bal bespeelbaar kunt houden. Voor mijn gevoel is dit al de zesde of zevende keer dat het gooi deze fout begaat. Het zijn dure meters. Carroll schiet de bal over het hek. De sloot is bevroren, dus de bal moet makkelijk te pakken zijn. En we sluiten aan met een line-out. Schitterende variatie waarin Lucas van Poppel gaat springen. Haarlem wint de bal niet. Komt aan zijde van het gooi. Pick and go van het gooi. Wat een 5 meter oplevert. En nu de escape kick. Diepe bal. Fullback is, de flyhalf is helemaal teruggelopen. Carroll schiet hem vervolgens weer diep. Haarlem moet één lijn oplopen. En het gooien moet achter de bal zien te komen. Yep. Goeie catch van het gooi. De bal stuitte er precies gunstig in zijn handen. Goeie stap, slechte tackle. En daar hebben we een try voor het gooi.
helemaal zeker of dat Sebastian Brom was of Scott Cunningham, maar uitstekend danswerk door de verdediging van Haarlem heen. Haarlem die naliet goed te tackelen. Nou, en dan heb je hem. Dan staat het inmiddels 6-10. Min of meer in de 25e minuut. Ja, de vlag gaat omhoog. Resulteert in een tussenstand van 6-12. We hebben een flink aantal minuten gezien dat Haarlem druk gaf. En speelde in het speelhelft van het gooi. Maar toch met goed kickwerk en wat geluk heeft het gooi een prima try weten te scoren. Kerels schiet een diepe kick. Die helemaal meteen helemaal weer wordt uitgekikt. We krijgen een line-out. Op min of meer 5 meter van de middenlijn. Line-out voor Haarlem. Een driemans variant. Juist. Drie man betekent meer man daar in de driekwartlijn. Die extra steun geven. Het volgende potje staat klaar. Nou, dat is Query. Query. Kijk, die wordt een beetje hoog getackled. Dat heeft ook wel wat pijn gedaan, zo lijkt het. Het is een gevaarlijk spel. De referee heeft al aangegeven, penalty kick tegen. Altijd voorzichtig gedaan in dit soort van situaties waarin het... zeg maar het botsmoment toch best wel hoog in het lichaam zit. Boven de schouder, kan de nek zijn of de kop. Je ziet, Query wordt langzaam een beetje weer gebogen en gekneed. Kijkend of het gaat. Zijn we er nog? Nou, we bikkel. Zo te zien lukt het wel. Publiek scandeert QQQQ. Ook bij het gooien is er een sprake van een blessure. Ik dacht niet dat deze speler die tackle uitvoerde. Maar wie ben ik? De scheidsrechter heeft ondertussen de aanvoerders eventjes bij zich geroepen. En gaat daar waarschijnlijk meedelen dat dit gevaarlijke spel niet getolereerd wordt. De jongens mogen de boodschap dan meenemen richting hun veldspelers. En hopende dat zij dat dan ook niet meer zullen doen. En degene die hoge tackle gaf, die heeft ook een kaart gekregen. Dat zal waarschijnlijk een gele zijn. Rood zelfs, ik word gecorrigeerd. Maar dat is toch wel even zuur voor het gooi. Dus het gooi inmiddels met 14 man. Haarlem, uitstekende kickpositie.
De T is ook weer in de buurt. En dit stelt Dino Bosic in de gelegenheid om de stand te verhogen naar 9 tegen 12. Dat is wel een flink eind. De bal gaat mis. Het gooi dreigt met dood drukken wat hij nu doet. Haarlem loopt op en die spelers staan dan allemaal niet in de weg. Dat levert uiteindelijk niks op. Dus we gaan rustig gewoon 25 drop-out doen. Juist, er wordt goed gecoacht. Waar moeten Haarlem spelers gaan staan om die bal goed te vangen? Bobby Tane vangt de bal. Zet meteen gas erop. Chris Raymond neemt de bal uitstekend over. Pakt ook weer meters. Cornel Wild probeert het. Haarlem heeft er zin in. Juist. Terwijl het gooi verdedigt op een Haarlem-speler. Job Joris is de bal al lang weer door. Hij mag het nog een keer proberen. Goed bespeelbaar gemaakt. En daar gaat onze winger, Filip Perica. Maar de bal gaat uit. De weersomstandigheden hier zijn, zoals gezegd, best wel kouig. Ons team is allemaal voorzien van skibroeken en moonboots. En oorkleppen natuurlijk. Dus wij horen ook niks. Is ook niet erg, want wij hoeven ook niks te horen. We kijken. De spelers gaan ook goed om met de koude. Het is niet te vernikkeld wat we de laatste dagen steeds zagen met zo'n zure wind. Dus... eigenlijk prima te doen. Ook het kunstgras van Rugby Club Haarlem is van een uitstekende kwaliteit. Wij hebben gekozen voor een hoogpolige variant waar kurkenbolletjes tussen gestrooid zijn. Uitstekend. Voelt bij het rennen een beetje aan als een cakewalk, de ouderwetse kermisattractie waar de vloer wat softer is. Maar het is zeker niet zo hard als op het Nationale Center. Oké, we gaan door. Een line-out van het gooi resulteert in een ruk met een exit kick. Wat weer resulteert in een line-out. Ditmaal voor Haarlem. We zijn ruim een half uur onderweg. Met een stand van 6 voor Haarlem tegen 12 van het gooi. Hoge line-out. In mijn beleving was de speler nog in de lucht toen die werd aangepakt. Uitstekende break van Job Joris samen met Carroll. Korte offload. Job Joris sprint er doorheen. Het gooi moet snel hergroeperen. Ja. Een lichtelijke teleurstelling waar te nemen. Omdat de bal knock-on werd gespeeld. Ik hoor mijn collega's zeggen dat de beelden goed zijn. Waarschijnlijk is het commentaar waardeloos. Maar dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Uiteindelijk hebben we allemaal ogen.
Oh, ik hoor dat het elastiek wordt wat meer losgelaten. Joop Joris heeft zich toch een beetje geblesseerd. Is weer opgelapt. Ik meen waar te nemen dat Tyson Walls vervangen is. Zometeen even zien in die scrum wie dat over heeft genomen. Of dat Samedos is. Ja, dus de boel stortte een beetje in. En de scheidsrechter zal daar opzet in hebben gezien. Dat resulteert in een kick voor het gooi. Daar gaat hij in één keer uit. We gaan verder met een line-out voor het gooi. Oké, okay. Een paar dummy bewegingen in de line-out. Scrum half Mark Koeberg geeft een diepe kick. Oeps. Philip, onze winger aan de westzijde, Philip Perica, ving de bal en beukte er flink doorheen. Maar in zijn enthousiasme verloor hij de bal. Wat weer gaat betekenen dat we gaan scrummen. Prima ingeworpen door Mark Koeberg. En die gooit hem op zijn winger. Joris Merkveld. We gooien weer terug. Goed potje van het gooi. En een mooie boxkick. Daar staat niemand. Daar rent alleen een hele snelle winger van het gooi. Maar Kettle vangt hem. Maar raakt hem kwijt in zijn val. Scrum down. Gooi bal. Als we even terugkijken naar de vorige scrum en dit, dan hebben we toch, of kunnen we vaststellen dat het gooi toch alweer een half veldje gepikt heeft. Scrum down. Daar komt de bal. En daar gaat Sebastiaan Brom weer. Goeie tackles worden er gemaakt. Moeilijk te verdedigen dit. Breedte paas op de winger. Nu is het Haarlem wat een foutje maakt, niet afstand neemt. Zwaar verdedigend. 3-4 meter voor de
goal line. Gooi, je gaat pick and go doen. Metertje voor metertje. Kijken of hem Adem de bal op kunt houden. Je kiest ervoor om hem open te gooien. Nu moet je tackle maken. Uitstekende tap tackle van Dino Bosic. Prima verdedigd. En de scheidsrechter heeft een lichte overtreding gezien en het voordeel gegeven. Hij gaat terug naar de plek waar de overtreding zo even was. En nummer 12, Job Joris Verhofstadt, mag er ook even af om even bij te komen van zijn heterdaadje. Goeie tackle, alleen kan je anders interpreteren. Armen moeten gesloten blijven om die benen. Een hit alleen mag niet. Prima gewerkt van het gooi. Ook een beetje het type spel wat het gooi prettig vindt. Kort. Daar is hij. Ik zag hem gedrukt worden. En we zien de euforie. Dan wordt de stand inmiddels 6 tegen 17. En dat is toch wel een beetje een teleurstelling, zo kort voor de rust. Halen moeten we eens even goed gaan nadenken hoe we dit in de tweede helft gaan bevechten. Even kijken, stilte voor de kick. Die gaat er niet doorheen. Dus de stand blijft 6-17. De nummer 10, Mark Minou, als ik het goed uitspreek. Ik heb het hier van een handgeschreven velletje. Overigens heel aardig van de heren van het gooi om de spelerslijst beschikbaar te stellen, zodat we af en toe wat namen kunnen noemen. Maar Mark Minou redde deze kick op de palen net niet. Oké. Okay. Even kijken hoeveel minuten erbij komen. De bal gaat over de 10 meter lijn. Is wel aangeraakt. Scrum down. De scheidsrechter geeft aan voor Haarlem. Kijken of we nog iets spannends in petto hebben. Zo net voor de rust. Maar Haarlem wordt gewoon helemaal achteruit geduwd. Uitstekend verdedigd. Quim Warmerdam weer helemaal hersteld. Beukt weer door de verdediging van het gooi. Kerel doet een switch. Met Jop Joris. Nee, dat kan niet. Dat is vast een... Sorry.
Nu vallen de kicks weer wat meer in de richting van het gooi. Het niet loslaten van de bal of niet wegrollen van de speler van de bal, zodat de speler weer beschikbaar, de spelbal weer beschikbaar gemaakt kan worden. Line-out. De hele discussie wat voor variant het gooi gaat hanteren. De referee vraagt zich af waarom dat zo lang moet duren. Hij zal maar bevroren oren hebben. Ja, er zat een handje van Haarlem tussen. En ook nu is het gewoon een hit, maar niet een echte tackle. Dus omgekeerd ziet de scheidsrechter daar toch ook wel weer een foutje. Diepe kick. Die via de handen van de winger uitgaat. En het fluitsignaal geeft aan dat we pauze gaan houden. Dat is een ideaal moment om, om even stil te staan bij onze fantastische lijst met sponsoren. Dus ik hou even mijn mond en kunt u van deze hele lijst genieten. Succes en tot straks.
Oh, wat goed, Ruud. Anders mag je van mij een half koran kopen. Ja, maar ja, dat zijn van die thermo dingen, dat is dus prima. Weet je. En dan kan jij het alsnog die knoppen bedienen. Zo. Ja, ik vind het moeilijk. Dat, nou ja, dus de kit is al voor mij helder dus wel. Ook met de term, maar ja, dat is niet allemaal, het is niet allemaal te lezen natuurlijk. Dus dit is een scrum en een driekwart lijn en zo, weet je wel. Ja, en de wisselspelers. Maar ik, volgens mij is er nu eentje gewisseld, want ik zag die Thijssen die zag ik eraf gaan. Maar dat erin is gekomen. Ik denk dat samen dat het uit meestal. Ja. Maar van hun vond ik het wel moeilijk om die niet aan te doen. Ah, maar ze vinden het toch leuk om hun naam te horen, weet je wel. Een oma en een opa. Oh, dat is toch ja, een leuke naam voor. Een rode kaart en één gele loopt nu nog. Loopt nog, hè? Sebastian Brom. Ja, shit. Maar die gele kaart die loopt nog 5,5 minuten. Goedemiddag dames en heren, ik ben er ook weer, want we hadden even problemen met een cameraman die vervangen moest worden. Dus ik stond achter de camera, Ruud nam het woord. Inmiddels hebben we de kick-off genomen, Gooi vangt hem op. Ik heb gekeken, bij Haarlem zijn er geen wissels. De gele kaart van Job Joris loopt nog wel door een minuut of 5. En het Gooi speelt met 14 man, want nummer 12 heeft een rode kaart opgelopen. Kick van Dino, wordt gevangen door de winger van het Gooi, nee, nummer 8. Ruk wordt opgezet door het Gooi. Bal is goed bespeelbaar. En een up and under voor het Gooi. Balbezit voor Haarlem nu bij Quermi. Quermi Warmerdam zet de ruk op. En we gaan voorwaarts. Ja, en we krijgen een kick tegen. Dicht bij de palen. Ik denk dat Gooi kick op de palen gaat nemen. Ja, we zijn geëindigd de eerste helft met de stand van 6 tegen 17. Ja, we gaan kicken op de palen. En dat is Mark Menu. Die dat weer een keer gaat proberen. En gaat daarmee proberen de stand te brengen op 6 tegen 20. Hij heeft de tee. Wij hebben de koffie. Het warmt ons ook weer een beetje op. Het is in ieder geval op de grond wat veiliger en stabieler voor mij. En zo te zien gaat hij tussendoor. Ja, vlaggen gaan omhoog. Goedgekeurd. 6-20. Gooi leidt met 20 tegen 6. Storm Carroll gaat de kick nemen. Hoog up en onder. Gaat net. En wordt gevangen door Bobby Tané. Wordt naar de grond gewerkt. Bal wordt veilig gesteld. En bij Rijk Gombold.
Tyron Kroos geeft een inside pass op Chris Raymond. Chris zet de ruk op. En bal op Tyson. Tyson gaat erin. Pak zijn meter. Chris Raymond wordt goed opgevangen, maar in tweede instantie pak je toch zijn meters. En de bal is bij Kwermi. Kwermi wordt goed getackled. Goede verdediging van de gooi. Aanval blijft lopen bij Haarlem, bij Chris. Chris Raymond. Zijn nu een klein beetje over de gainline. En Tyson rust er weer in. Wordt goed opgevangen door de verdediging van gooi. En bal in drie kwartjes bij Philip Perica volgens mij. Jammer. Niet goed gekeken van Bobby, vind ik. Bobby had hem gewoon uit kunnen spelen. En hadden we heel veel ruimte gehad hier in de buitenkant. Maar nu is het balbezit van het gooien. En die geven het balbezit gewoon terug aan ons. Dat is heel netjes van ze. Slimme schop van Storm Carroll en een line-out voor het gooi. Ja, we geven over en weer wat complimenten voor Storm Carroll, die de rust heeft om te kijken waar de ruimte zit. En in dit geval maakte hij een switch door de bal niet aan de westzijde, sorry, niet aan de oostzijde, maar aan de westzijde te kiezen, waar niemand stond van het gooien om de bal te verdedigen. We gaan dus over naar een line-out. De bal ging uit. Gooi bal. Wat voor variant hebben we? Hij gooit hem op zijn hoofd. Dat is een kastiebal. De bal kwam heel hard terug. Oh, Job Joris is weer terug, zie ik. Dus we zijn weer met z'n vijftien. Philip maakt een paar dummies, maar wordt toch goed getackled door de winger van Gooi. Job Joris is er door. Nee, net niet. Balbezit voor Dino Bosic. Zet de ruk op. Tyron Kroos, goede handoff. Nog een handoff. Blijft op de been. Wordt nu getackled. Waar is je support? Bal is vrij. Wordt toch beschermd door Haarlem. Oeps. Mispaas. Wordt opgevangen door Chris Raymond. Chris is op snelheid. En dat belooft. Oei! Ballos. De bal wordt uit zijn handen geslagen. Oh. Vandaar dat hij een kick meekrijgt. Ik heb zo'n idee dat er een donderspeech is geweest van de hoofdcoach Mike Pannenhoek uit Nieuw-Zeeland naar de Haarlemspelers toe. Want we zien wat meer vuur. Wat er wel bij mocht komen. Ook dit team weer een goed besluit als een scrum nemen. Want er zullen een paar tries gedrukt moeten worden. En door te kiezen voor een scrum heb je in ieder geval 8 tegenstanders al gebonden. En blijft er ruimte, zowel links als rechts voor de drie kwartjes, om een mooie beweging op te zetten en te scoren. Maar laat ik niet vooruitlopen op de zaken en de boel verraden. Nou, een kick op de palen, dat resulteert in te weinig punten. Dus Haarlem moet gewoon geconverteerde tries gaan scoren. Om de achterstand van 6 tegen 20 in te lopen. Haal een bal. Ligt bij de nummer 8. Daar is ruimte. Goede lange paas op Philip Perica. Nee. Uit. Er is een try gescoord. Alleen de linesman die zag een voet buiten de lijn. Dat betekent dat de vlag omhoog moet. En dat de try niet doorgaat. Jammer. Uitstekende breedte paas. Op Philip Perica. En je ziet dan dat hij ook de binnenkant opzoekt om de grote vriend van de tegenstander, de zijlijn, te ontwijken. Maar dat was niet voldoende. Gooi bal.
op de eerste springer. En de bal komt eruit. Opgepakt door Filip Perica. Filip maakt dummy, speelt hem goed op Dino. Ja, Dino wordt getackeld, maar er is hulp. En we blijven in balbezit. Filip heeft de bal op. Nee, Job Joris. Job Joris. Oei, bal gaat voorwaarts in het losse werk. Maar, referee heeft een overtreding gezien. Wordt snel genomen door Kwermi Warmerdam. Tyron zoekt het avontuur zelf op. Ja. Goeie verdediging van het gooi. Daniel Jones wordt de bal ontfutseld. Maar de ref heeft een voorwaarts gezien. Hij wijst in ieder geval aan dat, dat de bal voorwaarts gegaan is. Ja, je ziet toch best wel wat goede individuele acties. Het is jammer dat, dat we het niet wat meer in het team delen, de bal. Nu ook zie je dat er dan toch te veel zelf gelopen wordt. En dat is prima met 5 meter, met 10 meter, maar je moet scoren. Dus het is te hopen dat we wat meer de wings op gaan zoeken met de bal. Daar zit de ruimte voor ons nog. En door iedere keer maar in de tegenstander te blijven lopen, geef je ook de tijd en de ruimte aan de tegenstander om te hergroeperen en je verdediging weer op orde te stellen. Je moet dan zo snel handelen, dat heb ik vandaag nog niet gezien. De omstandigheden zijn natuurlijk ook niet fijn om snel te handelen. Langzaam verdwijnt de zon achter de hoge gebouwen en voelen we een beetje de koude lucht aankomen. Ja. Maar wij zijn veilig in onze skibroeken, skipakken en wollen mutsen. Dus laat de winter maar komen. Ik sta gewoon in mijn zeeënaadje. Nu zie ik het. Je hebt gewoon een skipak aan, man. Hoi. Jij bent slim. Jij bent slimmer dan ik. Ja. Nou, beter gezegd, mijn vrouw is heel slim. Oh, Wilma. Ja. Maar goed, we gaan verder met de scrum. De eerste scrum was niet goed geformeerd. Wordt opnieuw geformeerd. En de ingooi is aan het gooi. Mooie lange paas op de eerste center. Die schopt hem diep. Snelle winger van gooi erachteraan. Filip Rica. Oh, lekker man. Gaat lekker. Oh, wordt toch getackled. En Dino tegen een hele grote winger aan, maar dat red je niet. Dat is nummer 14 waar hij tegenaan liep. Dat is Joris Merkveld. Kijk. Rembrandt. Oh, jammer. Wordt getackled. Nou moet hij de bal loslaten. Ja. Jammer. Krijg ik kick tegen. Rembrandt houdt de bal te lang vast. Holding. Als je getackled wordt, moet je de bal loslaten. Zo zie je, als je een break maakt, is uitstekend. En je pakt de meters. Maar als je je isoleert omdat je alleen staat, dan is dat levensgevaarlijk als je een handige tegenstander hebt die de bal snel pakt. Oeh, we zien weer een. Dat heeft hij vast een bal niet gezien op de camera, maar een stuiterbal op het hek van de rugbybal. Schitterend. Een circus act. Maar je ziet dus bij zo'n break dat je direct support moet hebben. En anders dan is een gretige tegenstander je net weer te snel af en grist de bal weg. Na de kick, line-out. Variant voorin. En niet echt geplaatste. De bal ging uit de handen vanavond van de speler van het gooi. Dus we krijgen een scrum voor Haarlem. Zien toch wat meer slordigheden ook.
krijgen scrum voor Haarlem. Daniel Jones, scrumhalf, zal de bal ingooien. De omkomende Philip Perica, die van de linkerzijde overschuift naar de rechterzijde en de driekwartlijn gaat verlengen, krijgt de bal. Rux. Daniel Jones probeert er doorheen te komen, maar het lukt niet. Nee. Hij wordt aangepakt door echt. Hij denkt, hemeltje, de waar zit het gat? Gooien. En daar gaat Job Joris. Toch iedere keer fantastische acceleraties. Maar we krijgen kick tegen. Jammer. Dat geeft hij aan. Ja, niet wegrollen. Het is dat wat we deze wedstrijd al vaker hebben gezien. Of te lang vasthouden. Of niet voldoende wegrollen. Diepe kick. Wordt goed gevangen. Door Daniel Sikou. Uitstekende kick van Dino Bosic, die vervolgens de fullback bereikt van het gooi. Melle de Jong naar T. Campbell. Tackler boys, als je niet tackelt. Haarlem. Ja. Als je niet tackelt, zei ik toch? Klopt, er moet wel getackeld worden daar. En een try van het gooi. We een try van het gooi. 6:20, er wordt nu 6:25. Ja, ik ga ook meteen even de administratie bijwerken. Als je pen zoekt achter je oor. Blijft hij wel lekker warm, hè? Nooit bevroren inkt. Maar dit gaat niet goed met Haarlem. We moeten toch echt nog een paar tries zien te scoren. Stand is nu 6:25. En het gooi heeft nog kans om 2 punten extra erbij te sprokkelen. Als de conversion raak gaat. En raak is tussen de palen en boven de dwarslat. Nee, bal gaat voorlangs. Vlaggen blijven naar beneden. Het blijft 6:25. Ik hoor wat optimistische geluiden van een ver voorstaand het gooi. Chase Harder. Ze willen er nog meer druk op gooien. En Haarlem zal zich ook moeten ontdoen van de stijfheid, de benauwdheid en met flair gaan spelen. Diepe kick, Carroll. Wordt gevangen door gooi. Kwermie Warmerdam is erbij, maar wordt een goede ruk opgezet door het gooi. Er liggen 2 spelers van Haarlem, maar de nummer 10 van het gooi gaat door. Oh, er is ook een heel slim kickje eroverheen. Wordt gevangen door Daniel. Ai. Een slechte mispaas, maar wordt opgepakt door. Zie je toch zo'n kleine slordigheid? Dat wordt heel listig door het gooien opgelost. 2 korte kickjes, maar we pakken toch weer 30 meter.
En Haarlem staat toch weer stevig onder druk. Weliswaar in balbezit. Zo'n 10 meter voor de trijlijn. De verdediging van het gooi is echt uitstekend. Zit dicht als een huis. De bal wordt blijft op dan, Storm gespeeld. Normaal hoort zijn bal uit te gaan. Storm is ook niet echt scherp nou. Oh, dat is Artie Mossoir is erin gekomen, nummer 22. Ja. Die heeft het ook op zijn heupen, nadat hij het in zijn kaken had. Maar goeie break. Wordt slecht getackeld door Haarlem. Dat moet echt beter. Balbezit voor het gooi. En gooi gaat kort langs het losse werk. Arthur had wat last van een gebroken kaak. Terwijl we zitten te kijken naar een goede stop van Haarlem. Dat is gerepareerd met wat schroeven en bouten. En dat heeft ook weer het voordeel dat je sneller weer terug kunt komen. Vandaar dat we hem hier in het veld zien staan. Een andere terugkomst van blessure is Lucas de Waai. Die met de rug nummer 20. En Tyron Kroost geeft aan dat hij ook eigenlijk niet verder kan. Misschien kramp, lijkt me sterk. Kan. Ja, ja. Hij wordt behandeld aan een krampblessure, zie ik. Ja. Kuitjes trekken. Het zal in dit geval niet liggen aan fitheid, maar meer aan doorbloeding van de spieren. Die door de kou gewoon verstijfd zijn. En als je dan explosief gaat sprinten, dan kan het er ineens inschieten natuurlijk. We zien Lucas de Waai in de gelederen. En we zien ook een scrumhalf, Mark Koeberg, ja, die zich dansend door de verdediging van Haarlem beweegt. Ja. Haarlem is weer een bal. En ik zie dat Martijn Sabados is ook in het veld gekomen, gewisseld voor Tyson Wals. Oh, mooie snelle paas is dat van Bobby. Hoi jongens. Hey. Schouderklopjes zag ik. Dat is wel leuk dat die jongens naar elkaar schouderklopjes uitdelen. En Maarten Kuil is er ook in, zie ik. Maarten is ingekomen voor Connor Wild. Als hoeker. Dus we hebben 1, 2, 3, 4, 5 wissels. Maar het is in ieder geval een scrum voor het gooien. Je ziet dat de scrum stil moet staan voordat de bal binnenkomt. Nou, er wordt geduwd en getrokken en de scheidsrechter bestraft in dit geval het gooi vanwege deze onregelmatigheden. En scrumhaven, dat zijn spelverdelers, die willen snel door. En als je dan de bal tegenhoudt of je gaat vervelend doen, dan krijg je weer even een praatclubje met de scheidsrechter. Jongens, het wordt in ieder geval free kick. Oh, nog even 2 meter achteruit, juist. Daar gaan we. Chris Raymond beukt erin. Draait zich los uit de tackle vandaan. Blijft gaan en gaat nu naar de grond. Rembrandt doet een mooi balletje achteruit naar Lucas van Poppel. En Lucas zet de ruk op. Bal in de drie kwarters bij Lucas de Waai. En nu
nu zie je dus ook aan de linkerzijde dat Haarlem echt 3 man over heeft staan, maar dat we het niet benutten. Verdediging wordt langzaam weer neergezet. Verrassend gaat Haarlem dan over rechts aanvallen. We zijn er bijna. Ja, dat zijn. We zitten op 5 meter hier vandaan. Een beetje gorillas in de mist. 5 meter voor de tryline. Nu moeten we doorzetten. Storm Keurig heeft de dummy en is er door. Ja, Keurig. Uitstekend. Yes. Neemt gelijk zijn drop goal. Nou, 7 punten van Storm. Gaat het wel heel hard ineens. Dat is 13-25. Oké. Okay. Come on, Haarlem! Ik zet even de microfoon uit. Maar als u het niet verstaan heeft, mijn collega zei, come on, Haarlem. Ja, ik ben natuurlijk hartstikke partijdig. Want het is heel belangrijk dat Haarlem deze laatste 3 wedstrijden nog een puntje pakt. Het liefst 5 punten. En dan staan we helemaal veilig op het linker rijtje. Maar we moeten gewoon nog tegen de bovenste 3. En vandaar dat het heel belangrijk is, zeker nu deze wedstrijd, dat je tegenover 14 man staat. En dat je toch je punten moet gaan pakken, jongens. Kick-off genomen. Daar gaat Chris weer. Prima, uitstekend. Snelle bal. Rembrandt doet toch fantastisch werk hoor. Als tweede rijer staat hij daar echt te beuken. En draait hij goed het potje mee met de 3/4. Snel genoeg en handig genoeg. Bal is bij Kwermi. Kwermi gooit hem op Job Joris. Job Joris is los. Nee. Wordt toch nog getackled. En de bal is bij Gooi. Eens kijken of we de controle kunnen houden. Opgepakt. Storm doet een dummy. Breekt er doorheen. Haarlem is weer op de helft van Gooi. Naast de Rembrandt hebben we ook een Rijk Gombalt die uitstekend kan ballen. Dat zie je met een prima break in de 3/4 lijn. Ruk. Bal nog steeds aan Haarlemzijde. Kort balletje van Rijk op Lucas. Lucas de Waai. En daar is Christopher Raymond. Martijn Sabados beukt erin. Gaat goed. Oei! En de bal wordt gejat door het Gooi. De bal gaat via het lichaam van Lucas de Waai. Komt hij weer in bezit van Haarlem. Korte bal van Storm op Job Joris. En er is een overtreding gezien door de ref. We krijgen een kick voor het Gooi. Twee spelers van het Gooi zitten inmiddels op het terras even uit te puffen. Hulp is onderweg. Charmante dame en zijn collega kiest ervoor om toch ondertussen te kicken. Diepe kick. Dino doet een dummy en stapt er doorheen. Ruk wordt opgezet. Ook nu weer. We moeten wat meer de ruimte opzoeken. Daar zit het. Bal wordt geript. Nummer 14. Dat is Joris Merkveld. Krijgt de bal. Goede tackle van Lucas. Zo doe je dat. Oh, daar gaat Rijk. Rijk heeft de bal gejat. Maar. Je mag ik denk niet jatten. Dat mag. Je mag niet jatten. Nee. En zeker niet als je ligt. Rijk lag op de grond. En dan moet je van de bal afblijven, helaas. Maar wel goed gejat. Krijgt ook standje van de ref.
Is dat nummer 14? Ja, dat is nummer 14 ligt daar. Dat is, even kijken, Joris Merkveld die daar misschien wat ongelukkig werd getackeld door... Lucas de Waai. Ja. Ja, dat was een keiharde, snoeiharde tackle vanaf de zijkant. Fysiotherapie van het gooien, heb je er maar druk mee. Tijd wordt stilgezet door de ref. Gooi geeft in ieder geval aan dat ze op de palen gaan schieten. Ik krijg van de techniek door dat we nog zo ongeveer een 12 minuten hebben. Nee, die gaat ernaast links. Daar is de palen langs. En Haarlem moet een 22 meter drop-out nemen. Storm neemt het heel kort. Speelt hem af op Lucas. Lucas maakt een dummy. Speelt hem op Rijk. Goed gepakt van Rijk. Rijk probeert hands-off te geven en blijft op de been. Sabados heeft nu de bal. Blijft ook op de been, maar gaat nu toch neer. En de bal wordt veiliggesteld in de ruk voor Haarlem. Uitstekende aanval. Half veld gewonnen door een tactische snel kickje vanuit je 25. Ja, en Haarlem wordt toch weer bestraft door het niet loslaten van de bal. Dan wel het niet voldoende wegrollen. Hij gaat voor de line-out. Een line-out in het 22 meter gebied van Haarlem. Line-out voor het gooien. Je blijft dus zien dat die kleine foutjes genadeloos worden afgestraft. En waar je net een half veld wint door snel een 25 drop-out te nemen. Maar vervolgens een zure overtreding maakt. Zie je dat het veld weer helemaal terug is naar diezelfde 25 meter lijn. Waar het gooien nu met een line-out bal heeft gewonnen. En wandelend richting treilijn gaat. Haarlem geeft ook weer gas. We krijgen een scrum voor Haarlem. Gooi die... Zet het losse werk op, dus die bracht de bal als het ware in. En op een gegeven moment komt Mol tot stilstand. En dan moet je offspelen en anders krijg je een scrum tegen. Dus we krijgen een scrum omdat de Mol niet verder kwam. En de scrum is voor Haarlem. We hebben concurrentie, Ruud. Meer mensen aan de microfoon. Dat is de fysiotherapeut. Uitstekende scrum voor Haarlem. Kerel vangt. Nee jongens. Heel veel bewegingen. Heel veel bewegingen, maar je ziet dat het een beetje ongelukkig uitvalt. En Haarlem maakte veel foutjes. Ja, het is te koud. We gaan in ieder geval verder met een line-out voor het gooi. Ongeveer halverwege 22 meter gebied.
Voorlopig blijft een gooi goed in balbezit. Goede actie. Tackle volgt. Het gooi is heel gegroepeerd dicht bij elkaar met 3-4 man. En proberen daarmee een gat te forceren in de verdediging van Haarlem. En gooi heeft kick voordeel. Boom. Goeie tackle van Haarlem. En er wordt gescoord door het gooi. Geweldig. Wat de stand brengt op 13-30. Nee, dat is de slechte kant daar. Maar je weet het niet. Ja, we zagen een uitstekende Haarlem. Wat vanuit hun eigen 25 gebied probeerde aan te vallen. Met 3-4 schitterende switchbewegingen. Maar je ziet dat het gooi daar uitstekend antwoord op geeft. Met een prima verdediging. En die gaat er doorheen. Twee vlaggen omhoog. Geheel in tegenstelling 13, tot onze 32. Technische man. Wordt het 13-32. Kom op, Haarlem! Herstart van Carroll. Goed hoog. Haarlem kan er prima onder. Gooi vangt. En een ruk. Bal gaat line-out. In één keer uit. Line-out daar, meneer. Juist, uitstekend gezien. We zien een snellende... Philippe Rikke probeert snel de bal in te gooien, maar Haarlem kiest ervoor om toch wat meer voor de stabiliteit te gaan. Maarten Kuil gaat ingooien. Dat wordt een mooie bal dan. Op Rijk, ja. Uitstekende bal. Goed gepakt. En we gaan lopen. Rolling Mol. Ja. We gaan lopen. Kijken of je de controle kunnen houden. Blijven stappen. En inmiddels zie je... We krijgen een kick mee. Lucas doet een dummy in. Nee, hij wordt goed aangepakt door het gooien. Verdediging is heel goed van het gooien. We hebben nog steeds kickvoordeel. En Daniel neemt het snel. En wat gebeurt er dan? Daniel wordt getackled. En dat is Chris Raymond. En de ref geeft een try. Uitstekend. 18-32. Na Christus. En ook de conversie is goed. Wat gebeurt er dan? Dan krijgen we een biertje. Dan komt... De conversie was goed, dus we zitten op 20-32. Sorry, is de emotie. 20-32. Ik zeg, als Haarlem nog twee tries kan drukken in 5 minuten. Hoeveel tijd hebben we nog?
Oh, er is nog heel weinig tijd, hoor ik. Een minuut of drie. Ja, nu moet je ballen en niet gaan wachten tot je gaat liggen. Dan komt de bal toch een halemzijde eruit. Tyron Kroos zet een goede aanval op. Yep. En de bal ging voorwaarts. Ja. Met een voorwaartspaas. We krijgen een scrum voor het gooien. De wens om te scoren is dermate groot dat we wel eens vergeten dat je in dit spel alleen maar achteruit mag pasen. En dat betekent dan dat je heel veel kracht hebt verzet en dat je vervolgens toch een scrum krijgt met de bal voor het gooi. Het gooi staat inmiddels ook geformeerd om te gaan hitten. Wordt expres ook nog gewield. En ook nog een handje een erbij. Tegen. Zag jij een handje? Nee, er werd naar beneden getrokken door Quermy. Dat geeft hij aan de ref. Hij wijst Quermy aan en deed een gebaar van naar beneden trekken. Ja. Dus dat is moedwillig de scrum in laten storten. En dan krijg je gewoon een kick voor tegen. Keurig kickje van het gooi. Bal blijft binnen deken. Hoef je niet het ijs op. Nee, dat is een voordeel. We kunnen meteen door. Rijk is toch wat langer. Hij reikt ook wat langer. Nee, blijft balbezit van het gooi. Wordt goed opgevangen daardoor. Lucas van Poppel. Goede tackle van Lucas. En daar is ruimte. Kort kickje eroverheen. Wat gebeurt daar? Wordt gevangen door Daniel Jones. Spaast hem op Rijk. Rijk wordt getackled. En de ref zegt geen 10. We krijgen opnieuw een kick. Nee, als je een tweede kick krijgt naar geen 10, dan mag je hem niet snel nemen. Nee, dat is... Pasen, jongen. Juist... Juist, kijk, nou daar kunnen we doen. Job versnelt. Job paas. Maar juist, de bal komt nu naar de winger. Quermy. Hij gaat ook nog even goochelen met de bal. Daar is de hele snelle scrum half van het gooi. En de bal wordt opgepakt door. Wie was dat? Die wordt gepaast. Steken toch weer inside. Dino. Daar gaat Chris. Dumio. En heen en weer tussen Chris en... En dat doet Chris heel mooi. Nou, dat maar... Weet hij wordt alsnog getackled. Bal wordt teruggespeeld op Dino. En Dino scoort. Ik hoop dat we best wel wat blessuretijd gaan krijgen. Het wordt een attractieve wedstrijd ineens. Net als bij wereldkampioenschappen. 10 minuten extra tijd. Dan... Ja. 25-32.
25-32. Oh dear. Lekker Bobby. Ja, maar we hebben nog conversion. Ja, die gaat erdoor. Alhoewel de temperaturen naar beneden gaan en het kouder wordt, krijgen wij het allemaal steeds warmer. Ja, ook nu bonusprinten. Ja. En hij fluit af. Jammer, jammer, jammer. Alright. 27-32. Hadden we nog 5 minuten gehad, dan hadden we nog kansen gehad. Helaas. Gooi, wint hem. Hele knappe overwinning met 14 man, bijna de hele wedstrijd. Want de rode kaart viel al vrij vroeg in de eerste helft, volgens mij. Dus hulde voor het Gooi. Jammer voor Haarlem. Die was goed bezig met de inhaalrace, maar duurde net even te lang om de punten naar zich toe te trekken. En dan gaan wij afronden. Ik ga u een heel fijn weekend wensen. En daarnaast nog een fijne jaarwisseling. Mooie kerstdagen. Goed begin van 2023. En ik zie u pas weer in april. April 2023. Want ik ben drie maanden down under. Ik ga naar Australië, naar Sydney. Daar woont mijn dochter. En ik ga 3 maandjes bij mijn dochter logeren. Dames en heren, het was me weer een waar genoegen. En tot volgende keer, wat mij betreft, in april. Dag. Ja, ook van mijn zijde nog even bedankt. En de filmploeg die hoog op de stijger staat, dank voor de mooie beelden. Ton aan de knoppen. Ik zie een gemoedelijk knikje. Hij vindt het ook prima. Wij zien elkaar weer snel. Tot dan. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Oh, I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write.